Steeds meer BN'ers hebben er een podcast. Ze kletsen dan elke week een half uur of een uurtje vol en gooien dat vervolgens op internet. Tot voor kort was het Leeuwendeel gratis te beluisteren via vrij toegankelijke apps als Spotify en Google Podcasts, maar daar wil de betaalde podcast-app Podimo verandering in brengen. Podimo, dat nu nog €5 per maand kost, is in april met behoorlijk wat bombarie van start gegaan in ons land. Het Deense bedrijf besloot namelijk om de grootste podcast-uitgever van ons land over te nemen, Dag en Nacht Media. Een aantal podcasts zijn nu alleen nog maar te beluisteren achter de betaalmuur van Podimo. De populairste podcasts op Podimo hebben op dit moment zo'n 25.000 volgers. Om de betaalde abonneedienst nog meer onder de aandacht te brengen, wordt nu niemand minder dan Juice-koningin Yvonne Koldewijer in huis gehaald. Zij gaat samen met de brutale journalist Mark Koster een wekelijkse podcast maken, The Juice Show. Yvonne omschrijft Mark als een goede vriend. Hij interviewde haar in januari voor een groot artikel in de Quote en een maand later zaten ze zij aan zij aan de talkshowtafel van Bo van Erve Dorens. Daar was ze uitgenodigd vanwege haar primeurs over de gewelddadige uitspattingen van Glennis Grace en Lil Kleine. Mark ergert zich net als Yvonne aan de reguliere show media. Zo noemde hij Albert Verlinde eind vorig jaar nog een katholieke gluiperd. Hij heeft bovendien geen hoge pet op van Alberts programma Shownieuws, roddelhonden die happen naar beneden, maar likkerig doen naar C-sterren uit de eigen stal. Sneu. Waar gaat de podcast van Mark en Yvonne over? We gaan Juice bespreken, onze meningen, we gaan een beetje teams kiezen, zegt Yvonne. Hij voegt daaraan toe, en we gaan vooral grote onthullingen doen over de sterren en hun grote, grote misstanden. Zelf was Yvonne naar eigen zeggen al lid van Podimo. Ik was dus zelf ook al lid, want ik luister vaak naar Moordcast van Dionne Slachter, True Crime Stories, Love It. En vanaf nu dus ook onze Juice Show. Wajewauw zin innnn. Wat betekent dit voor het betaalde Telegram Juice kanaal van Yvonne? Daar zijn nu 4000 mensen lid van, die allemaal een tientje per maand betalen. In de podcast zullen we natuurlijk gaan juicen over de onderwerpen die er afgelopen week in het nieuws zijn geweest, of die ik zelf heb gebracht, zegt ze tegen haar betalende leden. Ze vervolgt, uiteraard bewaar ik de echte scoops speciaal en alleen voor jullie, het spionnenleger, vuur de podcast wordt dus meer een soort verdieping in de vorm van een gesprek, waarom doen de BN'ers wat ze doen? Wat vinden we ervan? We'll be right back.
Thank you.